die waren op een, ja, waarschijnlijk een Engelse literatuurstudenten, die dus de Engels studeerden aan de universiteit en die dus ook wilden leren schrijven. En die hadden een clubje opgericht waarin ze elkaars schrijfwerken, elkaars proza kritiseerden. En ze gingen zo om in een kring zitten en dan gingen zo naar elkaars werken kijken en er werd heel kritisch naar gekeken. Zo kritisch wat waren ze op elkaar dat ze zich ook wel de stranglers noemen. De stranglers. De stranglers. Ik zal dat zeggen. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar stranglers, een soort van de burgers. En ja, dat waren zo heel streng, echt heel kritisch naar elkaar toe. Dus als er iemand iets had geschreven, dan dook iedereen erop en die zeiden, ja, dit moet anders, dat is niet goed, dat is niet goed. Ze zeggen wel dat als een buitenlander in Nederland komt te wonen en ziet op het en ook samenwerkt met Nederlanders, dat ze dan heel vaak heel erg verbaasd zijn over hoe enorm kritisch Nederlanders naar elkaar kunnen zijn en dan toch nog steeds met een glimlach weer de vergadering verlaten. En dat is misschien wel wat anders dan in België, ik weet het eigenlijk niet. Maar hoe het ook zij, deze stranglers die hadden dat dus ook. Dus die hadden enorme kritische commentaren. Dus als iemand iets had geschreven, dan stond het helemaal vol met rood. En ja, toen waren er een aantal studenten na verloop van tijd, die vonden eigenlijk dat ze een club wilden oprichten, maar dat het niet echt helemaal paste bij de idealen van de Stranglers. Dus ze gingen een tweede club oprichten en die noemden zichzelf de Wranglers. En de Wranglers is waarschijnlijk meer iets van een beetje wrijven, zo een beetje, hoe noem je dat? Als je een stuk stof hebt en je knijpt het zo een beetje uit, zo hè? Wranglers. En de Wranglers, die waren meer opbouwend in hun kritiek. Dus die zeiden zowel positieve dingen als negatieve dingen. Ze zeggen wel eens, als je kritiek geeft, dan moet je er een hamburger van maken. Hè? Heb je dat wel eens gehoord? Dus Ja, je moet eerst ook jouw burger. Ja. een stukje brood. Ja. Ja, een beetje, misschien een beetje gedateerd. Tegenwoordig houden mensen er niet meer zo van om naar de KFC of naar de McDonald's te gaan. Maar goed, een hamburger, weet je wel, een stukje brood en dan komt de inhoud en dan nog een stukje brood. Ja, je moet het een beetje inkleden, je moet het een beetje positief brengen. Een beetje opbouwend zo, hè? Ja, je hebt dit heel mooi gedaan en dat heel mooi en dat is heel goed. Dan moet je echt verder blijven doen. Zoals ze wel eens in Nederlandse shows graag zeggen, ga vooral zo door. maar er was dus ook wel wat kritische noten telkens. En die zaten dan tussen de broodjes. En zo waren ze eigenlijk wat meer opbouwend en vriendelijk in hun kritiek. En na vele jaren later was er een keer iemand die wilde weten wat is er eigenlijk geworden van die Stranglers en die Wranglers. En de Stranglers, dus de burgers, hè, de hele kritische mensen, die bleek dus eigenlijk dat er helemaal niemand van hen een belangrijk schrijftalent was geworden. Want eigenlijk durfde nooit iemand echt werkelijk creatieve talenten te ontplooien, want dan doken er meteen 10 mensen op. Ze noemen dit soms ook wel het krabbenmand-effect. Heb je er wel eens van gehoord? Het is Nee. een beetje een term die wordt gebruikt in sociale bewegingen in Nederland. Maar in het Engels noemen ze het ook wel de phenomenon, of een fenomeen van de krabbenmand. Als je een heleboel krabben hebt. Ik zal eens even een poging wagen om wat krabbetjes te tekenen. Nou ja, ik weet eigenlijk niet eens hoe ik hiermee moet tekenen, maar. Ah ja, goed. Dit is een krabbetje, een mand.
Nou zeg dat je allemaal van die krabbetjes daarin hebt zitten. Dan proberen die dus, als je daar heel veel krabbetjes in hebt zitten. En als er een krabbetje uit de mand wil komen. Dan gaan die andere krabbetjes, die gaan proberen die krabben naar beneden te trekken. Om er overheen te klimmen. Zodat ze er zelf uit kunnen komen. Snap je het? Kun je het visualiseren? Ja. En zo komt er dus nooit een krab uit de mand. Dus als je krabben in een mand hebt zitten, dan hoef je er niet eens een deksel op te doen. Want ze trekken elkaar voortdurend naar beneden. En zo gebeurt dat ook wel soms sommige groepen. Dat mensen elkaar proberen voortdurend naar beneden te trekken. Zodat er nooit iemand zeg maar, met zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Maar dit gaat niet alleen over Nederland hoor. Het gaat in het algemeen over mensen. En de wranglers aan de andere kant, dus niet de strenge burgers, maar de wat mildere, de wat mildere knijpers, die bleken dus uiteindelijk allemaal getalenteerde schrijvers te zijn geworden. En zo bleek dat uit een nader onderzoek naderhand. En zo zie je maar weer dat als we met elkaar creatief blijven omgaan, dat we heel veel meer kunnen doen. En ik denk dat voor mij is het ook wel een soort van bewustzijn van wat je zegt tegen mensen. Ik kan me nog herinneren van ten tijde dat ik ongeveer het tweede jaar zat, dat ik monnik was. En dat er een van mijn mentoren of een begeleider of mentor, die kwam naar mij toe en die vertelde me een verhaal. Ik kan het exacte verhaal niet helemaal precies herinneren, maar die vertelde me zoiets van dat iemand eigenlijk altijd al goede dingen had gedaan en dan op één keer, op een bepaald moment, zich vergiste. En dat die begeleider of mentor, die wat oudere, meer ervaren monnik, hem daar dan echt op pakte, weet je wel. En hij zei van, ja, je moet daar eigenlijk wel mee oppassen. Want als we mensen kritiseren, dan weten we niet altijd precies hoe die mensen zijn. Of dingen, hoe ze zijn geweest toen we er niet waren. Hoe ze in onze afwezigheid zijn, weet je wel. Je weet niet exact hoe mensen in elkaar zitten. En je weet eigenlijk maar heel weinig van mensen. In de woorden van de Boeddha, als je iemand wilt leren kennen en een oordeel over iemand wil vellen, dat is heel moeilijk, maar als je dat wilt, dan moet je heel lang naar iemand kijken met aandacht. En heel lang leren iemand kennen. En in feite kan er niemand echt over iemand oordelen, behalve als diegene verlicht is. Dus dat is altijd denk ik wel een heel belangrijk thema voor mij. Ik probeer ook altijd me te realiseren dat de mensen om me heen, dat ik er eigenlijk heel veel dingen nog niet van weet. En dat ik daar nog van verder kan leren. Maar soms dan vergis je wel eens en dan ben je niet net iets kritisch naar iemand. Ik had een keer een supporter, een vrijwilliger van ons, die kwam hier. Er was nog in het oude centrum, toen zaten we nog in het midden van Nederland. Er was toen nog een gehuurde locatie. En die kwam het was een heel niemendalletje. Het was echt een niemendalletje. Die mevrouw die gaf eten aan de monniken en die vroeg zich af of het altijd formeel moet worden gegeven. Dat is een gebruik van monniken, dat je het altijd formeel eten moet worden gegeven aan een monnik, zodat je als het ware dat je altijd afhankelijk blijft van de mensen, dat ze mensen voor je koken en dat je dus niet zomaar probeert te vermijden dat je zelf eten gaat halen. En dat je eigenlijk altijd afhankelijk bent van de mensen en dat je daarmee ook probeert de mensen op te zoeken. Dat is een beetje een filosofie. Maar om een lang verhaal kort te maken, die mevrouw die deed het op de verkeerde manier, het geven van het eten. Maar niet alle Thai die weet perfect hoe het moet. En ik was daar, ik maakte daar een beetje een grapje over en dat viel helemaal in verkeerde aarde. Dus blijkbaar, dat was me niet eens opgevallen, maar blijkbaar was die naderhand dus heel boos nog en heel, heel bitter. En dat heeft al zo'n 10 dagen geduurd. Toen heb ik uiteindelijk tegen haar gezegd van,
ja, een beetje mijn excuses aangeboden en ook tegen haar gezegd van als wij monniken iets zeggen wat opbouwend is naar jou, dat betekent dat we in je vertrouwen. Dat als we nooit iets tegen jou zouden zeggen, dan denken we, nou, dat is een koppige, daar kun je beter niks tegen zeggen. Probeer er een positieve draai aan te geven en excuses aan te bieden. En het is uiteindelijk nog goed gekomen. En nu werken we elke week samen wanneer we hier dingen voorbereiden voor de meditatie. Dus zo zie je maar weer dat we altijd voorzichtig moeten zijn met onze woorden. In de Thaise traditie zeggen ze soms wel eens, als je alleen bent, wees dan voorzichtig met je gedachten. En als je met anderen verblijft, wees dan voorzichtig met je woorden. Goed, dan wilde ik het hier bij laten voor vanavond. Zegt het jullie iets? Kunnen jullie hier iets mee? Ja.